Welkom bij aflevering 2 van Boksel Natuurlijk. Vandaag in Sparrenrijk. Sparrenrijk is een landgoed, hè? Dat kun je wel zien aan die typerende lanen. Lanen die er overal liggen, ja precies. Ja, en wat is de geschiedenis? Nou, voor 1835 was het al in handen van de familie van Rijkenvorsel. Die hebben er langzamerhand een groot landgoed van gemaakt. In 1910 is het overgegaan naar leerlooier van Lieshout. En die heeft het weer zich verder ontwikkeld. Maar zo rond 1900 is dit landgoed volgeplant met allerlei grove dennen. Hè, voor de mijnbouw was dat toen. Ja. En in 1910 is het landgoed gesplitst en is Sparrenrijk overgebleven. En dat is die leerlooier gaan beplanten met zomereiken voor zijn leerlooierij. Mm-hmm. En verder heeft in 1944 is pas officieel de naam Sparrenrijk ontstaan. En in 1954 heeft de gemeente Boksel het overgenomen en die is nu dus eigenaar van dit landgoed. Oké. Okay. Ja. De familie van Lieshout heeft gekocht van de familie van Rijkenvorsel. En waarom hebben zij het gekocht? Nou, elke familie die een beetje geld had, wilde dus een landgoed hebben. Dus zij ook. Maar ze hebben meer speciaal gekocht om hier rabatten aan te leggen. Dat zie je dus hier zo. Ja. Hij had een leerlooierij. En wat heel goed bij leerlooierij hoort, is zomereiken. En heeft hij zomereiken geplant. En dat is wel grappig. Dus uit de natuur is dat zeg maar bewezen. Mm-hmm. Reeën eten zeg maar een zomereik op, hè, onze gewone eikenboom, tot ongeveer 10 jaar. En dan stoppen ze mee, want dan wordt het looizuurgehalte te hoog en dan lusten ze het niet meer. Okay. En als leerlooier moet je niet hoeven te wachten tot 500 jaar, want zo'n oud kan zo'n boom worden. Dus toen hadden ze ontdekt dat zeg maar na 15 jaar, dan konden ze inderdaad zeg maar gebruik maken van de zomereik, om daar looizuur uit te halen. Ja. Maar er moest wel op rabatten gezet worden, want het was een nat gebied en hier zie je zo'n rabat. En dus hebben ze dat heuveltje. Ja, het is wat ze gedaan hebben. Ze greppels uitgegraven, het zand erop gegooid en daarop teelt van zomereiken neerzetten. En zo gebruiken ze dat in hun leerlooierij. Oké. En is er alleen in Sparrenrijk dit soort rabatten? Of heb je dan op meer? Ja, dat speelt in heel Brabant. Zeker in Midden-Brabant, want ja, je kent de Langstraat, hè, de Schoenenstraat. Maar overal had elke zeg maar, omgeving had al zijn eigen schoenfabriekje en een leerlooierij. Oké. Mooi. In 1954 heeft de gemeente Boksel Sparrenrijk gekocht. Ja. Wat is precies hun taak? Nou, de eerste taak is natuurlijk het in stand houden van het landgoed. Hè. Die lanen gewoon allemaal zo blijven, zo mooi als ze zijn. Dus dat landgoed karakter te behouden. In tweede instantie hebben ze zeg maar een beheerplan ingesteld. Dat duurt tot 2019. Ja. Dat hebben ze samen gedaan met de Natuur- en Milieuwerkgroep in Boksel. Om daar een goed samenhang in te hebben. Om meer een gevarieerd bos te krijgen. Dus wat meer variatie in zit. En dat past dan binnen het ecologische hoofdstructuur die in Nederland gekend. Ja. En dat heet tegenwoordig het Nationaal Natuurnetwerk. En dat is verbinden van natuurgebieden met elkaar. Zodat dieren bijvoorbeeld niet meer over snelwegen over hoeven te steken. Maar over natuurbruggen. Of dat er zeg maar tunnels liggen of iets dergelijks. En dat is hier dus ook aan de hand. En dat kun je mooi zien. Omdat hier de variatie is. Hè? Dikke berkjes, dunne berkjes, struiken. Het is echt helemaal compleet. En als je als ree zou kunnen leven, dan zou je hier meteen in kunnen duiken. En bij wijze van spreken daar achter het berkje al kunnen gaan afkalven. Ja. Als je nou bij die bossen ziet waar al die bomen even rechts en even hoog en de ondergroei niet is. Ja, dan gaat zo'n ree niet in. Dus kinderen snappen ook heel gauw dat zo'n gevarieerd bos meer kansen biedt ook voor dieren. Ja, precies. En dit is zeg maar 50 jaar geleden waar het eigenlijk alleen nog maar boompjes. Ja, ja. Ik weet niet wanneer ze gestart zijn met. Nou, eigenlijk bij het begin van de zeg maar, aankoop zijn ze al begonnen met landgoed te onderhouden. Okay. En daarna zijn ze plannen op herstellen. En 2010 is het officieel pas echt dit plan nu ingezet. Ja, en wat jij zei, dat die natuurgebieden eigenlijk in elkaar moeten gaan overlopen. Dan krijg je straks dat je vanuit Limburg naar Groningen, bij wijze van spreken, één lange boswandeling zou kunnen maken. Ja, en dat is dan speciaal voor de dieren. Dat ze in feite weer kunnen, zeg maar, kunnen kruisen over wat wij nodig hadden, wegen. Ja. En we hadden wegen nodig.
nodig. En dat is hartstikke belangrijk voor ook de economie. Mm-hmm. Maar daaroverheen komen dan bruggen te liggen of tunnels onderdoor. Dat dieren elkaar ook weer kunnen bereiken. En dat is heel goed voor het zogezegde genentransport. Dat betekent uitwisseling van diersoorten. Ja, ja. Het is nu augustus. Het is wel enorm groen. Ja, ja. Is het opvallend? Ja, absoluut. Ik geniet er enorm van, want ik heb nog nooit zo'n groene natuur gezien. Er is heel veel water gevallen. Ja. Daartussendoor kwam af en toe de zon. En het groen tiert gewoon. Het is zo ontzettend mooi. Het groeit hard. En ik werk nu 26 jaar bij Natuurmens. Ik heb nog nooit echt zoveel groen gezien. Okay. Het is echt fantastisch. Ja. Mooi. Ja, daarom. Dan gaan we nog verder genieten. Ja. Enorm veel verschillende planten hier, ook veel varens en deze is geloof ik wel bijzonder. Ja, hier staat een hele gewone varen, hè, die aan de onderzijde zijn sporendoosjes heeft. Mm-hmm. Hier zitten die sporendoosjes in en die sporendoosjes zitten allemaal sporen in. Maar deze die hiernaast staat, en daar hoort dit plantje bij, dat heet dubbelloof. Ja. En dubbelloof is heel speciaal, want die heeft dus een blad waar niks op zit, een steriel blad, en een blad waar de sporen op zitten. Dat kun je hier ook zo zien. Ja. En dat is dus heel grappig, want die andere varens hebben dat niet. En eigenlijk denk ik dat dit de volgende stap is. Als je de evolutie van planten kijkt, van de sporenplanten die uit zee zijn gekomen, die heel lang onze aarde bedekt hebben. Die zijn op een gegeven moment, daar zijn onze loofbomen uitgekomen en onze naaldbomen. En dat zijn zaden. En dan zou dit best wel eens apart de eerste stap kunnen zijn. Okay. Want je hebt een fertiel blad en een steriel blad. Gaaf, hè? Okay, mooi. En dan met je dubbelloof. Ja. Kijk, hier een hele mooie naakslak, een bruine naakslak. Kijk, als ik hem aanraak, dan beweegt hij ook iets. Want hij is nu in rusten en dat zit hij mooi aan de natte kant van de boom. Want zou hij in de zon zitten, zou hij helemaal uitdrogen. Nou, huisjeslakken hebben hier een mooi huisje zitten. Maar ook de naakslakken hebben een schelpje, maar dat schelpje zit van binnen. Dat zit echt achter, zie hier achter dat zadel, daar zit dat schelpje. Naakslakken zijn heel mooie slakken die belangrijk zijn voor de natuur, om allerlei materiaal op te eten wat er blijft liggen. En ze zijn ook lekker. Dit is wel echt typisch Spanrijk, hè? Hier zie je nog die lanen en hier zie je die ontzettende begroeiing die ze nu de gang laten gaan, hè? Wat jij net vertelde. Ja, wat je heel mooi kunt zien is hier een gat in het dak gekapt van de grove dennenbomen. Ja. He, daardoor komt er zon op de bodem. En omdat er zon op de bodem komt, gaat hier een variabel aan planten groeien. Dan zie je gewoon lijsterbessen staan, berken staan, pijpenstrootje. Nou ja, van alles staat hier, varens. Kortom, een heel mooi variabel beeld voor dit bosgebied. Mm-hmm. Plus de blauwe bosbes, die komt er ook natuurlijk bij. En dat krijg je omdat zaad in de bodem kan zich langzaam ontwikkelen, omdat de zon daarop in speelt. En dat zie je dus hier prachtig gebeuren. En het is ook helemaal prima dat er wat bomen tegen elkaar hangen. Want ja, dat is een beetje, dan krijg je een beetje dat oer natuurlijk. Ja, oké. Nou staan wij hier tekentechnisch niet echt heel veilig, Nee. Het is nu augustus en juli is de tekenmaand, dus zijn ze een beetje weg? Ja, nee, ik zou dat toch niet meer zeggen. Voorheen was dat zo, dat klopt helemaal. En dan had je dus teken die leefden ongeveer van april tot en met oktober. Ja. En in de winter waren ze niet meer te vinden. Maar aangezien onze temperaturen warmer zijn geworden, het klimaat is verhoogd, zitten de teken het hele jaar. Dus zitten we het eigenlijk het hele jaar. En ze zijn altijd aanwezig als een beetje zon is. Hè. Op dit moment is het natuurlijk fantastisch weer. Mm-hmm. Het is ideaal voor teken om te gaan zitten. Vooral in bosbessen. En ze hebben een onderzoek gedaan dat in bosbessenstruiken, daar zitten de meeste teken. En hoe komt dat nu? Eigenlijk is dat heel logisch. Alle zoogdieren houden van bosbessen. De mens, de vos, de konijn, alles eet dus bosbes. En we doen die teken, die denken, daar heb ik kans om mee te gaan. Met zo'n mens of met zo'n ander zoogdier. Dat is daarvoor. Dus als je in een bosbessenstruweel hebt gestaan, zoals wij nu, dat wordt vanavond goed controleren. Oké, maar ik heb een lange broek aan en zo, dus dan mag ik er dan van uitgaan dat ik redelijk veilig ben? Ja, precies. Wat er gebeurt is een teken. Die zit op zo'n plantje, die voelt een zoogdier naderen, die haakt zich vast aan de broek of aan de huid. Ja. En dan klimt hij langzaam naar de delen toe waar ze dus gaan bloedzuigen. Nou, die ken je allemaal, onder de oksels, schaamdelen, je knieholte. En je broekriem, dat vergeten mensen heel vaak, omdat het daar ook warm wordt. Ja. Maar die teken daar zitten en daar gaan ze bloed zuigen. Oké. Nou,
En is een teek gevaarlijk aan zich? Nee, een teek is niet gevaarlijk aan zich, maar de Borrelia, de bacterie die erop zit, die is wel gevaarlijk voor mensen. En dat betekent, als je die hebt, en op dit moment in Nederland weten we dat 15% van de teken bezet zijn met die Borrelia, dan krijg je een bult. Nou, als je, maakt niet uit wat voor kleur die bult heeft, altijd naar de huisarts gaan. Altijd. Als je een teken zeg maar beter hebt, kun je het beste je teken op een plakbandje leggen. Ja. En als je dat niks hebt, dan kun je het gewoon weer weggooien. En als je dan wel zo'n bult krijgt, dan neem je die teken en die bult mee naar de huisarts. Ja? Dan kan je ook zeggen, in dat gebied ben ik gestoken en dit is het resultaat. En dan kan dat misschien voor de helpen om de omgeving te waarschuwen. Ja, en gaan dat dan meer worden? Want jij zei 15% nu, is het over 10 jaar 25%? Ja, dat is voor mij lastig om te zeggen, maar als je terugrekent, 15 jaar geleden zaten er nog maar 6% op. Nu 15 jaar later zit al 15% op. Dus het gaat hard. Je hoort steeds meer, hè, de ziekte van Lyme. Je hoeft het niet te krijgen. De meeste mensen die de ziekte van Lyme hebben, hebben pas achteraf geconstateerd dat ze dus door een teek gebeten zijn. En op het moment dat je het ziet, is met antibiotica heel goed op te lossen. Snel eruit. Kom, we gaan wel eens goed, joh. We hebben heel veel verschillende bomen en planten gezien. Ja. Dieren. Wat zitten hier voor dieren allemaal? Ja, er zit hier best wel veel, hoor. De das in ieder geval. Hè. Dat is een dassenburg. Maar vos, ree, eekhoorns. En aan de vogels zit hier de groene specht, de grote bonte specht. Dan heb je dus allerlei mezen, kool, pimpel, kuif. Alles zit hier ook. En ik denk dat hier ook wel zeg maar muisachtigen zitten natuurlijk. Want het is een fantastisch mooi bos met heel veel vruchten. Dus natuurlijk zeker muizen. En dan hebben we het nog niet eens over de macrofauna gehad. Alle kevers die hier zitten. Mestkevers, loopkevers. Maar goed, er zit echt heel veel. En als je zeg maar een keer wat bladeren omgooit, dan kun je best wel eens een keer heel veel diertjes zien. Dus ook de moeite waard als je vogels of reeën wil spotten. Dan je moet dan meer stil blijven staan. Want je kunt niet altijd rondlopen. Maar even op een plekje staan, dan komt van alles op je af. Nou zijn wij hier rondgelopen en het viel me op dat er enorm veel rotzooi eigenlijk ligt. Hè? Pakjes drinken, snoephulsels, pijlen aan de bomen. Is dat vaker? Ja, helaas. De mensen leert het gewoon bijna niet. Hè. Schoon Nederland doet zijn best om alles zeg maar, dus aan te geven van mensen, als je ergens naartoe gaat, neem je rommel mee. Maar er zijn toch nog steeds mensen bij die snappen dat gewoon niet en laten het rotzooi achter. En het ergste zijn de blikjes natuurlijk, want die gaan op een gegeven moment verroesten. Nou, een ree heeft hele dunne pootjes, stapt in zo'n blikje, wordt verwond en geneest niet meer. Dus dat zijn dus allemaal van die vervelende dingen. Ja. Dus opruimen mensen, dat is het allerbeste. Ja, precies. Ja. Oké. Mooie afsluiter. Bedankt voor het kijken naar Boksel Natuurlijk. En mocht u nou nog vragen hebben? @boswachter Frans op de Twitter-account. Of ga naar www.omroepdommeland.nl. Tot ziens! Tot ziens!